Ik ben gewoon het hele jaar beschikbaar om uw problemen op te lossen. En daarom kwam rijdende rechter John Reed waas je naar dan wat. Daar staan namelijk een heel aantal diamantkoppelpijltjes. Goedemiddag. Heer Talma vindt als bestuurder van een elektrische fiets dat diezelfde pijltjes te dicht op het dijk staan in de bocht van de Kloostermanstritte naar de Badhuis Weita. Tijd voor de rijdende rechter om der polsichten van te nemen. Hoe hard rijdt u eigenlijk? Ik heb normaal op gewoon een elektrische fiets. Gewoon dan kom ik ongeveer met 22 door de bocht met mijn hybride fiets. De gemeente Dantemediel en Talma staan dus tjenoerlijkoor bij de rijdende rechter. Rechter Riet zelfs over de zaak. Wat ik interessant vind aan zaken met de gemeente is dat het dus niet één op één is. Een gemeente heeft altijd algemene belangen af te wegen tegen de belangen van een individu. En dat maakt het werk voor een gemeente moeilijk, terwijl mensen kunnen heel makkelijk kritiek hebben. Maar het is ingewikkeld. Maar een burger kan heel goed gelijk hebben. Dus ik luister goed en ik mag beslissen. En ik vind het dan leuk dat zo'n gemeente ook zegt, nou dan doen we ook wat u gaat zeggen. Waasje waart de skouw op locatie in Namwaard en de hark zit in de Aldutsch in de Westerreen opnaam. En zo'n televisieuitspraak, die het ek bienend is, is toch wel krek wat oors als in de rjochtzeel. Wat ik prettig vind, juist aan deze tv-uitspraken, is dat ik altijd meteen mijn deskundige bij me heb. Dus als je naar de rechtszaal gaat, is het ten eerste duur. Nou ja, daar kan ik niks aan doen, dat is gewoon zo. En dan krijg je vaak een tussenvonnis waarbij ik beslis, nou, ik denk dat ik hier een deskundige naar moet laten kijken. In deze zaken heb ik altijd meteen bij me. Ik denk dat dat gewoon altijd zo zou moeten kunnen. Kan natuurlijk niet, maar het zou wel fijn zijn. Dus het maakt mijn werk gemakkelijk. Of de uitspraak over de plaatsing van de diamantkoppelpijltjes nou zo makkelijk is, daar moet Riet nog even zo nadenken. Over een paar weken start het nieuwe seizoen van de Riedende Rechter bij KRO en CRV. In dat nieuwe seizoen zal de uitspraak van de diamantkoppelpijltjes in Namwaard ook duidelijk worden. En wisten jullie wel dat Riet zelfs ook echt rechter is? Afgelopen week nog, in mijn zittingszaal in Alkmaar, een rechtszoekende die zei, wacht eens even, bent u ook echt rechter? Ik zei, ja natuurlijk ben ik echt rechter, wat denk je dan? Nee, wat denkt u dan? Maar ja, ik ben 4 dagen per week, ben ik seniorrechter, kantonrechter in de rechtbank Noord-Holland. En dan doe ik dit op vrijdag.